Ga nou niet stoer doen, joh. Gaat eraan, hè? Hoppa! Zo. En toen was die bang. Yo mensen, me en Fort Green hier. Vandaag weer een nieuwe video. Vandaag gaan wij de bank overvallen in Palito Bay. Ik hoop dat ze daar veel geld hebben. En trouwens, hier zie ik een mooi briefje van 100 hangen. Lester, mag ik die straks hebben? Oké, dit maakt mij niks uit. Er staat daar een boot. Met de boot gaan we erheen. Of zo. Daar is de politie. De politie gaat alle kanten op. Bla bla bla. Hier mogen we iemand kiezen. Gustavo Monta. Ik was chef, denk ik. Wie is de andere? Is er nog een andere? Ah, kijk. Ja, het is een buddy van Trevor. Ja, dit is een man dat Trevor kent. En dus we kunnen ze goed overweg met elkaar. En hij hoeft maar 12%. De andere 14%. Dus dan krijgen we ook maar meer geld, hè. Roger that. I'll call you when we're ready to move on this. You want a bunk with us? Hoppakee. I mean, it's gonna be tight, but you know, me casa, su casa. I'll get a motel. Thanks. Die lekker zijn spul te eten. Adios, amigos. Hup, weg met dat spul. Hoppakee, goed zo, Trevor. In de koelkast. Ik weet niet eens wat het is, maar ja. Oké, let's go. Wat gebeurt er nu? Oh ja, wow. Oké, ze hebben ruzie. Hoezo hebben ze ruzie? Chef zit lekker een boekje te lezen. Lester die zit op zijn computer. Oh, dat is die vrouw zeker van Martin Madrazo. Hey, Franklin. You're not making my situation any easier. Oh, there's a surprise. I knew it would become about you. I miss my family. Oh, you're full of shit. Hij mist familie. Trevor, doe nou eens rustig. We hebben straks nog een bankoverval. Michael, jij ook. Hup, uit elkaar. Goed zo, Franklin. You wrote me into your crazy world of bullshit. If it was lies, new age shit, and arguments about how good life used to be, I could have stayed my ass in Los Santos. Hello, Franklin. What's up? All right. Komt Lester. Hello, Franklin. What's up? We're going to Palito Bay. We're gonna do. Zal die twee heel erg ruzie hebben? Comments? Yeah. I miss Brad. That crazy motherfucker was with us now. He would have loved this. I miss Brad. He's got to enjoy himself molesting white collar criminals in a federal penitentiary. Thanks for sharing. Anybody else? What about me? Yeah. You'll be waiting for them by the river. Handling the getaway. Alright. Kunnen we gaan? These three go in. You grab the take. You rendezvous with you. Okay, waar gaan we? Get out of there. Is that work for everyone? Great. Let's go. Okay, jongens, we gaan. Eindelijk. Beter hebben ze geen ruzie onderweg in de auto. Want daar heb ik niet zo heel veel zin in. Zo, ze zien er niet echt blij uit. Ze worden straks rijk of gaan dood. Let's hit this shit. Ja, oké. Als je rijk wordt, dan ben je heel blij. Maar als je dood gaat, dan weet ik het niet. We zitten met een vol busje. Doe de radio even uit. Radio uit, zeg ik. Zo, zitten we met z'n allen in het mooie witte busje. Let's go. Hier even remmen en naar rechts. Hoppakee. Dan gaan we hier weer naar links gelijk. Kijk uit, hoppa. Kijk uit, ik weet niet waarom ik kijk uit zei, want er rijdt toch niemand op de weg. Dus, en al rijdt er iemand op de weg, ze kunnen we toch niet horen. Want ja, ik zit niet in GTA. Hoppa. Zo er langs. Oh, oh shit. Oké. We rijden gewoon door. Oh, ja. Oké, weer een scherpe bocht hier. Oh, ja. Jezus, hé. Ja, hij is nu dood volgens mij. Maar dan ontstaat hier straks heel langzaam denk ik een file of zo. Ja, je mag inhalen op deze weg. Kom, ik ga ervoor rijden. Hallo, kiekeboe. Kom, we gaan ze gewoon pesten. Yo man, hey. Hij schrok zich helemaal verrot. Woehoe. Wij pesten iedereen op de weg. Yo man. Hey. Hey, daar is nog iemand. Hallo, dag. Oh, oh shit. We moeten er tussendoor en we rijden weer verder. Over de snelweg. Oh, oh, oh shit. Ja, nou, daar ga je. Dag.
he don't remember. If he don't remember. I'm supposed to trust this man with my life and he don't trust me with the details of his first bank job. Weet je, ik luister echt totaal niet naar Trevor gewoon. Why don't you share with the group? En ook niet naar Michael. Eigenlijk luister ik naar niemand. Ik praat nu, maar ja. Hey, wat een leuk campertje. Ik ga maar de kant beuken. Hoppakee. Dag. Oké, en we rijden weer door. Zo moet je het eigenlijk doen met een busje. Een busje is echt super slow. Oh, is dat een motorgang volgens mij? Nou, we gaan weer in first person. We kunnen kijken hoe hard we rijden. Tenminste, niet echt van bestuur zit ervoor. Wauw, hoezo hebben ze dit zo gemaakt dat precies je stuur ervoor zit? En we halen de auto's in over de vluchtstrook. En dan gaan we nu er weer de weg op. Al zou je het echt zo rijden, ik weet zeker, je was al lang aangehouden. Maar ja, het is GTA. Dus dan mag dat allemaal. Want ja, ik gebruik mijn richtingaanwijzers niet, hè. Hoppa, tussendoor, hoppa, langs. Hoppa, aan de kant jij. Krijg, kijk, krijg ik geen politie voor, krijg geen boete of zo. We mogen gewoon door. Trevor zit lekker achterin met de chef. Wow, chef zegt ook eens wat. Hier is weer zo'n motorgang. Zo. Trevor, even niet die mensen belachelijk maken. Anders ontstaat er een erge ruzie, oh shit. Hoppakee. Hoppa, hier langs. Oh, gaan Franklin hier droppen. Oh shit, oh sorry cactus. Franklin, jij mag hier eruit. Dag. Park de van near the bank entrance. Dan doen we dat, hè. Dan doen we dat. Oh, hey, ze hebben allemaal een bivakmuts op. Oh shit. Okay. Is dit de bank? Dit is volgens mij de bank. Oké, ik ga hem hier parkeren. Oké, let's go jongens. Go inside the bank. We hebben een mooie tas mee, mooie bivakmutsen. Hallo. Mensen, mogen we geld? Handen omhoog jullie, handen omhoog. Goed zo, op de grond. Ga maar op de grond. Nu. Hey, op de grond. Goed zo jongens. Goed zo jongens. Hey, jij, jullie, gaan jullie ook op de grond? Ja. Goed zo, laag. Laag. Trevor, ik ga naar jou toe. Switch to Michael, godverdomme. Oké, we gaan hier naar binnen. Hij is de bank al aan het openmaken. Lekker, chef. Oké, hoppa. Zo doen we dat, hè. Oh shit, de politie komt nu al. Oké, die denkt volgens mij dat er helemaal niks aan de hand is. Zo. Oké, en nu zijn ze bang. Tel de sheriff. Oké, er komt volgens mij versterking aan. Oh shit, oké. Wat gaan we doen? Go to the vault. De vault, waar is de vault? Dat is hier toch? Hier. Oké, we zijn er. Oh shit, er komt heel veel politie aan. Zo, wat staat echt stoer op zijn deur te leunen dan? We hebben al 8 miljoen, hè? 8 miljoen in zo'n kleine bank. Ga nou niet stoer doen, joh. Je gaat eraan, hè? Hoppa! Zo. En toen was die bang. Oh shit. Oh shit. Oh shit, ze gaan eraan joh. Ze gaan eraan. Ze gaan er allemaal aan joh. Hoppakee. Oh, er komt weer een auto aan. Hoppakee. Nog iets, hero. Ja joh. Jullie gaan dood. Jullie gaan allemaal dood. Volgens mij verliezen we wel wat geld, maar dat maakt niet uit. Als we het maar halen. Oh shit, gaat hij even achter zo'n klein mini-muurtje leunen? Ben je helemaal dom? Oh, met mijn minigun. Oh shit, zo, hoppakee. Die is opgeblazen, daar staan nog mensen. Oh shit, die is dood. Die is down. Oh, een helikopter. Oké, ik heb op de helikopter geschoten. Hij stort neer, nice.
Holy shit, dat hele huis daar is opgeblazen. What the fuck, dat hele huisje daar staat in de fik. Holy shit, er staat er iemand, oh shit. Waar gaan we heen, jongens, gaan we hier erin? Oh shit, help me. Dank je. Oh shit, oké, we zitten nu onder de 8 miljoen. Oh shit, daar staat iemand. Hoppakee, hoppa, jij gaat dood. Oké, we gaan hier naar binnen. Oh shit. Oké, die helikopter is hier neergestort. Hé, jij gaat dood, hè. Staat daar nog iemand? Kom dan, jongen. Je gaat toch meteen dood. Je hoeft niet eens te proberen, hè. Waar sta je? Waar staan die ventjes? Oh, daar staat een auto. Oh, daar staan ze. Hoppakee, die is down. Oh shit. Oké, die is opgeblazen. Kunnen we nu weer verder, jongens? Kijk hoor. Oh, ik heb nog ook allemaal andere guns. Oh, we kunnen hier even er doorheen. Ja, kom maar, goed zo. Hij liep de hele tijd tegen dat hekje aan, joh. Ik pak even deze guns. Zo, nee. Het pak loopt sowieso al zacht. Het gaat echt niet echt snel, maar ja, dat snap ik ook wel. Hoe zwaar zou dit pak eigenlijk... Hoe zou dit pak wegen? Oh shit, de SWAT komt er zelfs aan. Ze hebben gewoon versterking gevraagd aan News Team zelfs. Maar ik heb een minigun, dus... Ze gaan er allemaal aan, joh. Oh shit. Oh. Ga weg jij. Hoppakee. Oh, daar is nog politieagen. Hoppa. We gaan eraan. Hoppa. Oh shit, er staan nog mensen. Oké, wat gebeurt er? Rennen. Oh shit. Oké, jongens, waar moeten we heen? Even kijken hoor. Hoppa. Holy shit. Oké, rennen. Kijk hoor, ik pak deze gun even, want dan heb ik makkelijk auto-aim. Oh shit, nee, ik pak toch deze. Oh, het leger is er zelfs, joh. Het leger. What the fuck, ze hebben zelfs het leger opgeroepen. Wat moet het leger hier nou weer? Leger, dat zit normaal alleen op legerbasis. Verder nergens. Maar ja, weet je, ze gaan er toch allemaal aan. Want ja, ik heb minigunnen. Alleen heb ik nog 3000 kogels. Oké, wat komt er eraan? Ik zie niks. Oh shit, ze hebben een tank. Oké, even kijken hoor. Dat moet ik doen. Oh, daar is Franklin juist zeker voor dan. Wat? What the fuck? We moeten go to Michael en Trevor. Wat moet ik doen? Dit ding is super slow. Oh shit, ik zit vast. Snel rijden. Oh shit, allemaal leger. Wat, ze schieten op me. Hoezo schieten ze op mij? Ik heb toch niks gedaan, joh. Oké, ja, deze wagen gaat eraan. Hoppa. Oh shit, nu heb ik 4 sterren. Ik weet niet of dit moest gebeuren. Oké, hiermee kan ik me ook beschermen. Oh shit. Hij zit in die bak. Oké, jij gaat eraan hoor. Oké, dit gaat niet zo goed. Ik word beschoten, shit. Hij ligt op de grond en schiet op hem. Tenminste, hij schiet meer op zijn eigen auto. Ik ben een beetje aan het bukken zo. Zodat we ze niet zo makkelijk kunnen neerschieten. Oh shit, er komt allemaal versterking aan op mij. Wat? Hoezo voor mij? Ik heb toch niks gedaan? Ik rij hier alleen maar, joh. Hoezo heb ik er dan gelijk wat mee te maken? Ja, dan moet ik jullie wel doodmaken, hè. Oh shit. Oké, we zijn er bijna. Kom op, red het. Holy shit. Red het, AUB. Oké, ik ben er. Jongens, ik ben er. Oh shit. There's a ride. Ze gaan erin staan. What the fuck? Oh shit, nee, daar komt de tank aan. There's another tank coming. Wat? Nog een tank? What the fuck?
Hé, hey, waar is die andere? We missen Shep. Oh shit. Er zitten 3 tanks achter ons aan. Oké, we gaan hier naar binnen. Hoppakee. Oké, let's go naar binnen. Oh shit, oh shit, oh shit. Oké, dit is de kippenfabriek als het goed is. Hey joh. Dood jij. Helemaal gek geworden. Allemaal kippen. Jongens, we gaan. Al die mensen van die kippenfabriek gaan dood. En de kippen zelf ook. Oh shit, het leger is hier binnen. Oh shit, daar is een agent. Daar is een soldaat. Kom dan, joh. Hoppa, oké. Oké, rennen. We gaan weer rennen. Oké, die is dood. Verder rennen. Staat er nog iemand? Oh, er staat nog iemand. Shit. Oké, die is dood. Oh shit, ze zijn er met een hele groep. Reloaden snel. Schieten, snel. Oh shit. Oké, hier is iedereen dood. We rennen verder. Door een kippenfok. Wow. Oh shit. Holy shit. Chicken factory. En Franklin staat er lekker bij zonder armored pakkie of zo. Gaat hij daar achter staan? Achter zo'n tafeltje. Jezus, ik dacht dat ze bij het leger al slim waren. Oh. Oké, shit, daar is weer iemand. Hoppa. Oh, nog iemand. Oh shit, nee, jongens, help. Goed zo. Kijk, dit team helpt echt goed, joh. Oké, we lopen verder. Zo, dit loopt moeilijk, gek. Lopen. Wop, oh shit! Granaat. Oké, die heb ik ontweken, mooi. Hij gooit gewoon een granaat, joh. We lopen verder. Oké, hoppa, die ligt. Hoppa, in je gezicht. Hoppa, ook in je gezicht. Komt er nog iemand? Oh ja, ligt lekker. Ja, nou, dan mag je blijven liggen ook. Goed zo. Oh shit. Wat moeten we doen? Moeten we met de trein? Oh shit, er komt nog meer leger aan. Oh, dood. Juist. Oh shit, de trein. Oké, jongens, we gaan. Hoppa, erin. Oké, we liggen. Holy shit. Oké, we zijn ontsnapt, jongens. Volgens mij zijn we ontsnapt. We hebben een zwart scherm. Volgens mij zijn we gewoon ontsnapt. Let's go. Ja, de trein staat stil. Oké, we gaan eruit. Oh. Friendly. Our very own corrupt G-man in training. You gotta be careful, buddy, all right? Because they are looking around these trains for illegals. And if you're mistaken, you'll be shot, amigo. Very amusing. Yeah, if you expecting them two to bring you up, you're gonna be disappointed, homie. Right back at you. Got the money? Everything we got. Okay. Wacht, hij helpt ons gewoon. Iemand van de FIB. Stapeltje geld. Oh yeah, that's a huge fucking win. Woo! Monsters. I'm out. Agent Haynes will get in touch with you once Operation Save the World's ago. Get your crew together, okay? We krijgen maar 1 stapeltje geld. We should probably split up. They're gonna be looking for 3. Oké, we krijgen maar 1 stapeltje geld. 1 klein stapeltje. We hebben alles gedaan. We krijgen 1 stapeltje geld. Tenminste, ja, Lester heeft ook geholpen. Oh, mooi autootje. Oh, later, ze nemen mij niet eens mee of zo.
Ja, maar we zijn klaar met de bankoverval. En ja, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Deze bankoverval is me gelukt. En vergeet niet te liken als jullie deze bankoverval ook leuk vonden om te kijken en bla bla bla. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende video. Later!